Een klus waar ik veel mensen over hoor en ja, redelijke irritatie als het me lang genoeg duurt, is dat de keukenplint daaronder niet goed zit. Als je hem zeg maar één keer hebt losgehaald, want je hebt bijvoorbeeld een lekkage gehad of je hebt muizen onder de keuken of andere ongedierte, dan zeg maar het weghalen is vaak wel redelijk te doen nog, maar terugplaatsen is lastig. Natuurlijk kun je kijken naar allerlei hoekjes, allerlei systemen. Maar die ga je schroeven, die moet je natuurlijk altijd aan de buitenkant schroeven. Want ja, die eerste kun je aan de binnenkant zetten, die tweede niet. Of je zet er één aan de binnenkant, zeg maar op deze manier. En dan zet je die laatste, in dit geval anthracite-planken, tegenaan. Heb je wel een beetje een steuntje, dat is op zich wel prettig. Maar mooi is natuurlijk om gewoon de huidige keukensituatie te gebruiken. En eigenlijk waar het neerkomt, en dat is natuurlijk vervelend om te horen, is gewoon handigheid. Begin altijd met, kijk, in dit geval een kleine keuken. Begin altijd met de binnenhoek. Nooit met dat eerste plankje of dat eerste plankje. Maar begin altijd zeg maar, vanuit het diepste punt van de keuken, dus het moeilijkste punt vaak te werken, naar buiten. Heb ik in dit geval ook gedaan, dus die netjes gemaakt. Toen die plank gezet, met daar het bochtje en daar gewoon gekeken naar de muur. Een stukje uit de onderkant van de plakplint gehaald. Natuurlijk een heel klein keukentje, maar het is wel belangrijk om dat gewoon netjes te doen. Daar ook dezelfde hoekprofiel. En nou ja, één trucje wat ik heb gebruikt is niet echt ideaal, maar het kan soms niet anders. Ik heb hier een schroef ingedraaid en dat betekent dat je dan zo hier een beetje niet kan tikken, maar een beetje aan die schroef kan trekken zodat hij mooi in dit profieltje valt. Dus oude keuken hoef je niet direct weg te gooien. Een irritatie is het wel als het al heel lang, zeg maar, plankjes een beetje los zitten, een beetje scheef zitten. En nu zit het gewoon weer. Ja, in ieder geval. Keurig, kan er gewoon meteen aan. Korte tip over de keuken. We hebben natuurlijk veel meer tips over de keuken, over de nieuwe keuken. Keuken renoveren, misschien een nieuw keukenblad, nieuwe installaties. In dit geval alleen de keukenplint. Simpele klus, maar wel heel erg fijn, want het oogt in één keer af, zoals ook zeg maar een plint op de vloer ook in één keer als af oogt en ook voelt.